is God 4. Gaat fucking kut worden, het is God 4. Gaat fucking kut worden, ik geef het nul, hetjes. Kan het je alvast vertellen? Paats, boom, knal, bang! In een notendop is dat Just Cause, de franchise. And Just Cause 4. Hè? Just Cause 4. Just Cause 4? Ja. Just Cause 4. Kots. Kots. Ja. Ga je nu al negatief doen? Nee hoor. Nou, waarom doe je zo? Dit, en dat werd ook vandaag weer duidelijk, ja, is echt wel een game. Het is en blijft een beetje een niche. Maar nou, dat gevoel heb ik niet. Nee, als ik begint het een niche te ontstijgen? Ja, als ik de community zo hoor en ik heb wat mensen gesproken hier die specifiek naar Gamescom zijn gekomen, ja, voor Just Cause 4, ja, vind ik bizar. Ja en nee. Kijk, als jij gewoon van ongebreideld, makkelijk vermaak houdt met veel explosies en lekker alles zelf kapot maken, dan snap ik wel dat Just Cause de game is voor jou dit najaar. Nee, het doet me wel een beetje denken aan de ultieme sandbox game. Zeg maar, als jij zo'n gast bent die in GTA eigenlijk alleen maar met rocketlaunches alles oploopt te blazen, politie loopt uit te dagen en gigantische chases uitlokt. Ja, dan is dit denk ik wel de game voor jou. Ja, dus elke, voor dat soort spelers is dit de natte droom. Ja, dit gaat nog een stapje verder in wat je kan doen. We krijgen nu de Forces of Nature die ook een rol gaan spelen. Ja, mede mogelijk gemaakt natuurlijk door de nieuwe engine waar Just Cause 4 op draait. De Apex Engine. En die maakt het nu ook mogelijk inderdaad om natuurrampen na te bootsen. We hebben een tornado gezien. We hebben een zandstorm gezien. Wellicht dat er nog meer komt, dat weet ik niet. Maar het zou zo kunnen. Ik moet wel zeggen, het ziet er best indrukwekkend uit. Ja, maar dat vond ik altijd al wel hoor. Door, zeg maar, explosie, grapplehoek, parachute, windsuit, weet je wel. Allemaal achter elkaar. Het ziet er altijd wel indrukwekkend uit. Ik kreeg het alleen maar nooit echt on lockdown op de hele andere reden. Ik kon nooit het maximale chainen, eruit halen. Ja. Ja, en om een game als deze echt te kunnen enjoyen, moet je dat echt wel, moet je de hele system on lockdown krijgen. Daar moet je wat geduld voor hebben, denk ik. Ik had zoiets aan, fuck it. Weet je, in een paar uur kreeg ik het gewoon niet voor elkaar. Ah, fuck die shit. Wat niet wil zeggen dat ik het nu wel een kans ga geven, ja, maar want het is gewoon niet voor mij. Het is gewoon hetzelfde als dat je een PES of een FIFA oppikt. Ja, je kan het spelen als je hem oppikt, maar dan ziet het er niet zo indrukwekkend uit en is het ook niet tof. Maar als je die shit echt mastert, dan kan je echt hele vette shit doen en dat zie je niet anders. Ja, kijk, het verhaal en dergelijke, het zal allemaal wel weer, weet je. Je speelt weer met Rico. Rico, ja. En weet je, het is nog meer over de top. Ik denk, nou, het verhaal speelt een iets grotere rol dit keer. Het eiland Solus is opgedeeld in allerlei zones. Je speelt tegen de Black Hand. En, ik ben nu al weer vergeten. Ja, dat is een organisatie met allerlei militaristische technische snufjes. Heel vet. Jij bent je eigen army aan het opzetten. En hetgene wat jij doet is chaos creëren in de gebieden die zij ownen. Wanneer jij chaos creëert, dan kan het zo zijn dat de bewoners van dat stuk gebied zich achter jou gaan scharen en dan vormen de twee frontlinies en die gaan er met elkaar uitvechten. En zo pak je dat land Solens stukje voor stukje terug van de Black Hand. Ja, maar uiteindelijk komt het er gewoon op één ding neer. Alles moet kapot. En ja, voor mij ligt daar niet echt een uitdaging. Ik haal mijn uitdaging uit andere elementen van games. Maar ik snap, ja, weet je, Ik weet niet zo goed wat ik daar nog over moet zeggen. Ik bedoel, nou, je hebt in ieder geval twee technische snufjes die ze hebben laten waar zien. Waar ligt de uitdaging nou in deze game? Nou, laat me eerst heel even zeggen. Ja. Van, ze hebben ook al laten zien, je hebt twee nieuwe technische snufjes in deze game. Eén heet Airlift, waarmee je als een soort ballon shit omhoog kan laten tillen. Als je er maar genoeg op plakt op een bepaald onderdeel, dan kan dat. En ze hebben ook boosters waarmee je ook, je kan één of meerdere plakken op bepaalde voorwerpen in de game, waarmee ze een bepaalde push kan geven, een kant op. Ja, tof. Weet je wel, zo'n speeltuin. Maar mij gaat het dus een beetje vervelen op een gegeven moment. Omdat
Ik mis die daadwerkelijke challenges. En die zullen er vast wel in zitten. Nou, dat hebben ze wel gezegd bij Avalanche. Ze vonden de voorgaande delen in Just Cause vonden ze eigenlijk te makkelijk. Dus wat ze nu gedaan hebben, ze hebben de AI opgeschroefd, zodat die wat lastig is. Ze gaan wat meer de dekking zoeken. Ze gaan je wat meer flanken om wat meer uitdaging te geven. Aan de andere kant, waar de voertuigen in het verleden meer een simulatiekant op gingen, wat betreft feeling, is dat juist wel meer terug naar elkaar gebracht om juist wel meer die chaos te pushen. Ja, weet je, we kunnen er nog lang over houden hoeren, maar ik denk dat het wel duidelijk is dat mensen die een voorliefde hebben voor shit slopen, voor fucken met natuur, phenomena en dergelijke, die gaan een Just Cause 4 absoluut wel een topgame hebben dit najaar. Ja, als jij een kleine broertjesyndroom hebt, dan is deze... Sorry, wat is dat? Als jij het kleine broertjesyndroom hebt, dat is dat je nooit genoeg aandacht krijgt. Dus je haalt allerlei kattenkwaad uit en je zorgt voor chaos en shit. Dan is dit de game voor jou. Was jij het kleine broertje ooit? Nee, natuurlijk niet. Je bent een kind. Nee. Oh, wat ben je dan? Ik ben de oudste. Jij bent de oudste? Ja, de oudste en meest wijze. Oké. Maar je hebt nooit iets gesloopt vroeger of zo? De rust zelf. Altijd. Ah, nice. Calm and collected, man. Als ik je zie raging games, dan zou je anders denken, man. Maar goed, Just Cause 4, begin december volgens mij, in de winkels. Alle sloophamers, alle slopers, alle bouwvakkers, alle... Kleine broertjes. Kleine broertjes, check het gerust. Of niet.